Prima. Oh, kijk, Sari, dankjewel. Patricia, dankjewel. Nou, dan ga ik lekker starten, want ik heb best wel wat te zien vandaag. Vandaag is de nieuwe December Romance Collection van David uitgekomen. En ik ga jullie hem even helemaal laten zien. En dan laat ik ook even zien wat ik er al mee gemaakt heb. En ik ga, als het goed is, er ook nog wat mee maken vandaag. Ik heb flink voorbereid, dus ik hoop dat ik daar zover kom. Maar denk het wel. Nou, de eerste is de 2165 Gingerbread House. Even kijken hoe ik hem moet pakken, dat hij niet spiegelt. Zo zit hij goed volgens mij. Nou, er zit dus een Gingerbread House op. Die heb ik al gemaakt, eentje. Ik heb hier stikkels in de gaatjes gebruikt. Dat kunnen jullie misschien niet zo heel goed zien, maar... Nou, nu wel, denk ik. Ja. Er zit dus een poppetje op. Zo'n gingerbread poppetje. Er zitten candy cane stokjes op. Bij de candy cane stokjes moet ik even wat bij vertellen. Deze zou ik even met dubbelzijdige tape doen. Daar werkt toch iets prettiger, want ze zijn vrij klein. Dus een tip. Wat zit hier nog meer op? De sterren. Nou, sterren die... Heb ik hier ook een paar uitstands, maar dat is verder. Er zit hulst op, hulstbladeren. Nog een meer sterren. En dit is de pagina voor de kleine Square Journal. Dus dat is nummer 1. Dan heb ik hier de 2166 December White. En de December White heeft de pagina voor de Square XXL. Dus elke, ze zitten er alle drie in. Ben ik nu de ene die trek een koek heeft? Nee, ik heb net een koekje op. Dus ik heb net gehad. Oh, gezellig. Komen er meer, steeds meer mensen bij. Nou, ik heb hier heb ik alle pagina van de kerstbomen gemaakt. En het rendier. En het rendier zit op een andere. Want hier zit de sneeuwpop op. Maar hier heb je in ieder geval de kerstbomen. Maar dan ga ik dadelijk in de binnenkant in werken. Dus dit zijn dus die twee kerstbomen. Er zitten leuke kerstballen met een, ja, noem je dat, een hanger waar je de kerstbal aan kunt hangen. Maar je kunt de kerstbal ook in de kerstboom hangen. Sneeuwvlokjes. De sneeuwpop. Nou, de sneeuwpop heb ik hier. En de sneeuwpop heeft twee verschillende armen. Dus even kijken, die leg ik deze kant op. Dan hebben we de Snow Globe Fun. En dat is de, oh, nou weet ik weer die naam, travel pagina die daarin zit. De maat van de Travel Journal. En dan heb ik hier de Snow Globe. En de Snow Globe die heb ik een keer als cutkaart gemaakt. Nou, deze heb ik vanmorgen nog snel in elkaar gezet. Omdat de glitters en zo moesten drogen. Maar deze keer heb ik er geen schutkaart van gemaakt. Deze keer heb ik er gewoon een dieptekaart van gemaakt. Nou, daar zit dus dat rendier in wat ik net liet zien. Cadeautjes zitten erin. Die heb ik hier ook nog wat losse met wat glitters gemaakt. Hier bannertjes. Kerstornamentjes. Nou, de bomen. Dus dit is de Snow Globe Fun. Dan hebben we hier de Ice Dolly. De Ice Dolly heb ik geen voorbeeld van. Nou, het is een hele leuke dolly. Die heb ik naar David gestuurd. Dus ik zie steeds meer mensen binnenkomen. Gezellig. Dus nou, dit is dus een dolly met een rand erbij. Je kunt hem gewoon uitstansen, maar je kunt ook de rand eromheen uitstansen. En dit is de 2168 Ice Dolly. Nou, dat had ik eigenlijk gisteren wel even kunnen stansen, maar sorry, vergeten. Dan heb ik hier een stempel. Ik doe ze gewoon op nummer. Dat vind ik het makkelijkste. CS 370, de Winterflowers. En de Winterflowers heb ik bij David in het Art Journal verwerkt. En hier heb ik hem als kaart verwerkt. En dan zitten dan ook nog twee... Wacht, ik zal... Ik had het netjes klaar liggen. Kijk, zie je, kun je het nog makkelijker zien namelijk. Ze zijn al gebruikt, dus ja, ze zitten nooit precies op die zwarte randjes, maar... Er zitten ook twee hele leuke randen bij. Bij deze kaart heb ik de bloemen een beetje grungy ingekleurd.
En heb ik er daarna glossy accent op gedaan. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Dat ga ik even zo laten zien. Nou, kom op. Kijken nou niet van elkaar. Dat zei ik al. Ja. Ja. Nu. Dus dat is de 370 winterflowers. Dan hebben we hier de 371. En dat is sweater time. En ja, dat zijn. Kijk, zie je, dit is beter. Ik heb hem gewoon een keer hem in de verpakking gelegd. Zal ik het even zo doen? Zo zien jullie hem duidelijker. Hele leuke achtergrondstempels. Die heb ik gebruikt. Hier. Deze. Die zit hier een beetje achter gestopt. En aan deze kant. Hier een beetje achter gestopt. Maar ik vind die erg leuk om te gebruiken. Dan hebben we. Dit is dus een Christmas Praises. De CSD. 369. En waarom CSD? Dat is een stempel en een die. Kijk. Zo. Kijk ik of dat een beeld goed is. Ja. Nee. Dit zit niet zo heel goed met elkaar, zie ik. Maar ik leg het even uit. Als je deze stempelt, dan zitten hier vier zwarte puntjes in die hoeken. Die match je precies bij die vier gaten in deze hoeken. Dus je legt hem dan precies op die gaatjes. En ik zeg al, bij mij zit het nou niet meer precies, hè, want plastic is eraf geweest. Plak je het zo vast en je haalt hem door de stansmachine. En dan heb je een hele hoop teksten in één keer. Nou, ik heb ze dus al in drie verschillende kleuren uitgestanst. En het werkt perfect. En ik moet zeggen, ik weet niet hoeveel teksten erop zitten. 1, 2, 3. 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Dus in één keer 20 teksten vind ik wel ideaal. Nou, zo'n bakje en je hebt altijd tekstjes bij de hand. Dus dit is de 369, de Christmas Praises. Heb je het daar nog? Ah, leuk, Tamara. Nog steeds over die koekjes? Dan hebben we hier nog een stempel en een die set. En dat is de 368 December Romance. Nou, ga ik alleen de stempels er even uithalen. En op het witte leggen. Hier heb ik geen voorbeelden van. Die zijn ook bij naar David. Nou ja, bij alle dies zit dus gewoon een stempel. Behalve bij deze en deze. Zoals niet. Die drie niet en de rest zit overal een stempel van. Dus dat is heel makkelijk. En dan heb ik als laatste stencils. Die kun je natuurlijk niet zo goed zien op wit papier, denk ik. Kijk of zo. Ah, dat gaat wel. Pak even een slokje drinken. Je wil niet met ons delen. nou, dit moet ik eerlijk zeggen. Dit is echt een van mijn favorieten. Echt, ik vind hem helemaal geweldig. Dus die ga ik daar ook gebruiken. Deze, kijk of die wel makkelijk te zien is. Hier zitten kerstboompjes. Het is ook zeg maar een beetje zo'n kersttrui-achtig stencil. Nou, hier hebben we twee doilies. En dit nummer was, moet ik even spieken, want daarom had ik hem weer laten liggen. De S054. Journal. Stencils 5 is dit. En dan hebben we hier sneeuwvlokken. Ik moet zeggen, ik vind het een geweldig leuke nieuwe release. Ik doe die. Wat ik voor papier gebruikt heb, is. De Rustic Winter. V
vind ik zelf heel, heel leuke paperback, want er zit geen papier bij deze collectie. Maar ja, ze hebben bij Elizabeth Quarter zijn zoveel leuk papier. En dit vind ik dus wel een van de leuke voor de winter. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb alvast wat velletjes gestanst. En dan ga ik uitleggen hoe ik deze in elkaar ga zetten. Want je kunt het natuurlijk op verschillende manieren doen. Je kunt zeggen van, nou weet je, ik doe het zo, zo. En ik maak ze in het midden aan elkaar vast. Nou, dat ga ik deze keer dus niet doen. Ik ga deze pagina dadelijk doen. Plak ik die, als ik deze pagina gedaan heb, zo tegen elkaar. Dan moet ik wel opletten dat ik die, zeg maar, die kappelranden goed heb zitten. Dit is van de Travel Journal. Die plak ik half vast in deze, zodat ik een pocket krijg. Want ik heb het allemaal in mijn hoofd. Dus die pak ik alleen aan de zijkanten vast. En deze ook. Nou, en deze gaat weer in zijn geheel, als ik die klaar heb. En deze. Zoveel was ik al met voorbereiden. En dan wil ik deze weer hier ook als pocket hebben. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dus zo ga ik nu met deze ga ik nu te werk. Dat gaat even aan de kant. Ga ik even een sheetje pakken. Want ik heb mijn nieuwe blad eronder, dus ik wil dat een beetje schoon houden. Dit is echt mijn live blad. Jullie zijn echt druk op de koeken, of niet? Even kijken. Nou, ik vind het wel gezellig dat jullie op maandagmiddag mee komen kijken, hoor. Ik ga lekker deze doen. Ga ik even twijfelen of dat ik deze zo pak een keer. Ook wel leuk. Dat is natuurlijk oké. Je kunt hem deze. Ik heb hem eigenlijk deze keer gepakt. Maar ik kan hem natuurlijk ook een keer zo pakken. En dan pak ik de Hickory Smoke. Deze keer. De grijze. Dan ga ik aan de andere kant ook doen. Ik doe meteen dubbel. Een beetje dezelfde hoogte. Deze gaat wel makkelijker omdat er natuurlijk nog niks onder zit. Sorry voor het rammelen van mijn armbanden, maar ik heb nu een trui hier overheen te doen, is toch wel erg warm. Dus dat. Ik had al bedacht om een keer zweetbandjes te kopen, dan kan ik die armbanden even vastzetten tijdens de live. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Want dan rammelt het nu zo. Vroeger deed ik ze uit, maar dat kost me alleen maar sluitingen. En dan gaan die sluitingen gaan steeds losser zitten. Nou, dit is snel klaar. Even kijken die kant op. Ja, weet je, ik begon altijd na de vakantie. En ik heb vakantie gehad. Dus wat dat betreft is het mijn tijd ook wel voor die voor de kerstkaarten. Nou, ik heb hier de oxide. En daar ga ik eerst even de randen mee doen. Want dat was ik dus helemaal vergeten. Net iets, het valt net iets lichter uit dan de Hickory Smoke gewone. Maar omdat ik met, ik wil dadelijk over die stencil iets doen.
En dan gaat het makkelijker over de gewone inkt dan over de oxide. Maar goed, je kunt de randen natuurlijk ook gewoon met de gewone inkt doen. Ik had ze allebei hier staan, dus. Why not dan, hè? Ja, weet je, dat is natuurlijk echt Amerikaans en ja, het is ook een Amerikaans bedrijf, dus je moet toch mee met de rest. En als ik zie wat er nu bij Marloes allemaal binnenkomt, is kerst. Ja, dat is gewoon enorm veel van alle bedrijven. Nou, ik wil hier wat accenten in gaan brengen in dat stencil en dan ga ik pakken een aquarelpotlood. Ik heb hier gewoon een zwart aquarelpotlood en een waterpenseel. Dan ga ik even een klein beetje wat schaduw. Nou, die is nu het oog. Eén kant. Ik zie dat het net buiten de lijntjes was, maar goed, het is ook niet zo heel erg. Normaal vind ik dat heel erg, maar nu vind ik dat niet zo heel erg. Komt ik een beetje verder van af zit, kan ik wat dichterbij gaan werken? Ja, gaat wel. Dan zie ik het ook beter. Mag voor mij nog wel wat donkerder hier. Ga ik er gewoon nog een keer overheen. Hè? En zo kun je ook met stencils spelen. Hè? Nou, dit stencil is natuurlijk niet alleen voor kerst. Je kan dat kun je echt het hele jaar door gebruiken. Even kijken. Yep, dat bedoel ik, Linda. Het is voor iedereen vrij in, hè? Ik moet zeggen, ik maakte vroeger, ik weet niet of jullie dat nog kennen, clubs. Zat ik bij en dan maakte ik ook bij Tietz dat dat was. Ja, op een gegeven moment met meerdere, maar Tietz is er volgens mij mee begonnen. Maakten we 2 kerstkaarten per maand, vanaf januari. En dan hadden we aan het einde, dan moesten we zorgen dat we 25 kerstkaarten in de album hadden. En dan hadden we een voorschotje. Nu kon ik al een paar jaar wat kerstkaarten kort. Want ik had op een gegeven moment best een grote voorraad. En nu de laatste jaren kom ik gewoon kerstkaart tekort. Nou, die kan niet, want die heeft geen punt meer. Dus ik vond dat toch wel een goed ding, zeg maar. En toen we hier bij Doeding hebben we het ook gehad, hè. En dat was dan elke maand, kregen we dan 1 kerstkaart, geloof ik. Dat we... Dus dat was het hele jaar door. Maar dat is gewoon ja, wat je zelf leuk vindt, weet je. Niemand verplicht je iets te doen. Niemand verplicht je iets te kopen. Zien jullie hoe mooi dit is? De schaduw erin en dit dat droogt dan daar gewoon een beetje. En dan kan je gewoon met elk aquarelpotlood. Ik had toevallig deze heel kort bij de hand. Die had ik gekocht. Ja, echt gek, hè. Ik heb ik denk wel 36 zwarte aquarelpotloden. Maar niet meegenomen op vakantie. En toen moest ik krentje hebben. Dus toen kwam ik in een winkel waar ik niet zou verwachten dat ze aquarelpotloden verkochten. En die hadden allerlei kleuren. Wel deze, maar goed, dat maakt niet uit. Het is een aquarelpotlood en hij doet het goed dus. Zodoende lag hij hieruit nog
vlakbij. Wij waren in Noordbeek, Linda. En volgend jaar gaan we naar, dat hebben we ook al geregeld, gaan we naar Mechelen. En het jaar daarvoor waren we in Veilen. Ja, we zitten eigenlijk altijd al rond die, daar in de buurt. Met kerst zaten we ook in Veilen. Maar Veilen hadden we ook in de zomerrijk willen boeken, maar daar waren we al te laat voor. Toen we in kerst wilden, met de kerst wilden boeken, was dat huis wat wij wilden, was vol. Dus nu zaten we op de Wouwsberg. De volgende keer hebben we particulier een huisje gehuurd. Dat is weer wat anders. Wat is wel nadelig? Ik zie... Ja, kijk, voor jou was het genoeg. Voor mij was het toen de tijd te weinig. Nu is dat nou, net genoeg als ik het elke maand zou maken, denk ik. Maar toen de tijd was het echt te weinig. Maar ja, je had dan niet zo heel veel stress, want je had er al 25. Dus dan zie je maar, sommige mensen vinden het ook gewoon leuk om het hele jaar kerstkaartjes te maken. En ik moet eerlijk zeggen, oh, ik ben ook wel een van die mensen, ik heb wel de meeste kerststempels in huis, denk ik. Door stempels gaat, maar, dan heb ik wel enorm veel kerststempels. Dus ik ben wel een van de kerstfiguren, hoor. Ik hou wel van de kerst. Ik ben bijna zover dat ik weer een stapje verder ga, jongens. Dan zit er alleen maar een klein beetje water in, in het topje van het perceel, want ik doe in het waterperceel nooit geen water. Hoe lang dat je dan nog vooruit kunt, hè? Zien jullie dat het net iets anders wordt? Ook dat is niet erg, Femke. Weet je, het is lekker jouw ding, toch? Ik zou zeggen, don't worry. Dan heb ik toch niet mijn kerstkaart, maar ik loop wel enorm achter met mijn weekplanner. Maar ook daar heb ik zoiets bij me. Ja, weet je, nu lukt het dit jaar niet. Het moet leuk blijven, je moet het leuk vinden. Als ik alles mijn stress op gaat leveren, dan haak ik af. Het is voor mij nog steeds mijn hobby. Van een hobby moet je genieten, op welke manier dan ook. Dan haal ik hem net in het water en dan heb ik hem in een droog penseel. Te droog, dat denk ik. Hier nog eentje en die nog. En weet je, wij zijn ook naar Duitsland gereden in de vakantie. Maar dan heb je helemaal niks wat hobby betreft. Ja, in Aken zit dan wel een hobbywinkel, maar dat is meer verf. En dit soort dingen. Maar echt standjes en zo, ja, dat heb je daar helemaal niet. En dat is in heel veel landen zo, hè. Nou, dan heb ik hem nu met zwart gedaan.
vind ik hem ook nog leuk. En dan begin ik weer aan deze kant. Deze kant zal wel redelijk droog zijn. Om met de witte gelpen. En dan was ik dan ook een beetje uit. Nog een beetje dat witte accentje te geven. Maar dan was ik dan niet zo ver uit. Kijkt in beeld een beetje raar, zie ik, maar als het opgedroogd is, is het hartstikke leuk. Ik zal proberen wat sneller te doen. Het leukste is natuurlijk het opbouwen van de puin, hè? Ik zit wel heel veel hier op mijn papier te kijken. Waarom laat ik daar dingen onder zitten? Dat schuift alleen maar. Weet je, en ik vind het gewoon hartstikke leuk dat jullie kijken. Dan zit ik hier ook niet voor niks te werken. Om voor te bereiden. Dus ik ben heel blij met jullie. En al wat jullie er vanavond mee pikken, gebruik het alsjeblieft. Daar doe ik het tenslotte voor. En of dat je het dan op een gewone kaart of een kerstkaart doet, prima. Kijk, zie je het verschil van de ene kant naar de andere kant? Ik vind het alleen wel jammer dat elke live kerst is. Nee hoor, ja. Ik zie ook lives die geen kerst zijn. En ik wou zeggen, ik heb toevallig een video in de planning van de week die ook geen kerst is. Maar dat is niet ECD, dat is iets anders. Maar die zit nog alleen maar in de planning, in mijn hoofd en die moet ik nog voorbereiden. Ja, weet je, het komt nu allemaal uit, dus ja dan. En het is gewoon lastig om het iedereen naar de zin te maken, denk ik. We doen ons best. Tenminste, als ik voor mezelf spreek, dan probeer ik mijn best te doen. Ik doe ook wel eens ooit verzoekjes, maar dat die vind ik steeds lastiger worden, want ik heb gewoon niet zoveel tijd meer. Oké, steeds minder, ik kan jullie niet bij. Oh, mijn schelm gaat eruit. Ja, ik heb toch, even kijken, heb ik deze week, ja, ik heb gisteren nog een video geplaatst over een Sidekick pagina. Was ook geen kerst, dus nee, komt helemaal goed, dames. Hier nog eentje.
Snap je nou waarom ik deze stencil zo leuk vind? Die vind ik gewoon zo leuk om te doen. Wel even mijn penseeltje goed schoonmaken. Zo. En dan zullen we eens gaan kijken wat we zullen gaan doen. Oh, ik heb vergeten. Gingerbread. Dan vind ik deze aan deze kant misschien een beetje veel. Dat gaan we niet doen. Dan denk ik dat deze kant. Ik dacht, ik pak even wat verband uit de kast. Dat had ik, maar dat heb ik natuurlijk weer teruggelegd. En als ik uit mijn kast openmaak, dan gaat die camera wiebelen. Even kijken, ik heb hier ook nog. Dat is ook wel leuk. Dit is gewoon gekocht in een tuincentrum. Schaam. Met kerst. Moet ik er wel bij zeggen, met kerst. Zal ik gewoon sneeuw doen. Ik vind dit wel leuk eigenlijk. Dan mag die wel wat korter. Dit is vrij dik. Dan ga ik gewoon. In bochtjes knippen. Dan kijk ik daar ook wel. Welk bochtje ik het leukste vind. Ik denk deze. Deze niet. Dankjewel, Treintje. Even kijken. Dus dubbelzijde tape. Dat is het makkelijkste. Moet wel even goed aandoen. Maar goed dat ik wel van alles hier had liggen. Dit is nou wel lastig omdat het op stof is. Maar ik heb hem. Kom hier een beetje bij, zo. Deze kant ook. Maar Linda vroeg net van Limburg. Kom jij uit Limburg, Linda? Wil ik dan nog even weten. Dit is wel leuk, hè? Ik ga het even neerleggen. Dan heb ik hier dat gingerbread poppetje. Deze ging ik niet gebruiken, had ik bedacht. Maar misschien is het wel leuk om de kerstman hierbij te doen. Gingerbread poppetje. En dan de candy cane stokjes. Dan had ik nog sterretjes. Even kijken. Dan heb ik hier ook nog, als ik wil, een cadeautje. Dat is wel het makkelijkste als je. Dat is dan weer met dat bruin niet mooi. Zal ik hier een cadeautje weer doen.
leuk, leuk, leuk. En sterren ga ik nog iets doen. Dan ga ik eerst beginnen met het gingerbread huisje op te pakken. Nou, het gingerbread huisje had ik al laten zien. Ik heb dat gedaan met stikkels. Roos heeft diverse kleuren stikkels in huis. Ik heb er alvast weer 3 of 4 meegenomen. Maar ik ga er wel meer bij halen. En dit is de steel. Ja, leuk hè, die achtergrond. Ja, ik vind de stendel vind ik echt helemaal wow. Even, ik kan een beetje aan de sterren zien waar ik hem een beetje zou plakken. Zo. Wat ook heel leuk is, dit heb ik natuurlijk allemaal in de kleur van papier gedaan. Maar je kunt het natuurlijk ook heel vrolijk maken. Maar ik hou altijd een beetje van het matchen met papier. De cadeautjes heb ik in tikkleur uitgestanst. Dan heb ik dit randje afgeknipt en toen hier bovenop geplakt. Kijk, zie je, dan heb ik hem hier afgeknipt en dan heb je een deksel. Ja, kan ook voor huiskaart. Goed idee. Ja, maar Loes heeft alle kleuren stikkels in huis op het moment. Ja, klopt helemaal. Zal ik die eerst nog even een kleurtje geven? Dat ben ik vergeten. Maar toch, ik had eerst alles nog los liggen en ik heb gisteravond. En vanmorgen heb ik nog, toch nog de dingetjes vastgeplakt in elkaar gezet. Ik dacht ja, anders dan heb ik misschien tijd tekort. Ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb. Het is gewoon heel makkelijk om het in elkaar te zetten. Nou, hier heb ik wel allemaal restjes papier voor gebruikt. Ik heb een hele grote bak met restjes. En die gebruik ik daar dan voor. Tegenwoordig hoor, want de bak is niet voor niks zo groot geworden. Ik gooi hem alleen maar vol en gebruik hem nooit. Dat is niet handig, maar. Maar nu gebruik ik hem wel. Wat had ik nou gezegd? Ik denk dat deze. Ik weet het niet meer. Ik gooi hem gewoon ergens neer. Zo, want ik zag net een andere discussie. Dan even duidelijk maken waar ik voor zit. Nou, die kan ik alvast in de hoek gooien. Dit is de Art Glitter Glue. Nee, en ik heb hem opgepimpt omdat hij begon te rafelen. Dat, en dan begint nu dat washi-tape ook hoor. Maar dat begon te rafelen en te plakken. En daar heb ik gewoon washi-tape mee geplakt. Maar het is gewoon al een veel gebruikt flesje. Ik heb eigenlijk op mijn bureau eigenlijk altijd doeken. Die gebruik ik eigenlijk altijd tijdens de live. Maar die is leeg en die moet ik even, dat moet ik even nog regelen. Maar dat zijn dan dingen die blijven dan liggen. Die vind ik eigenlijk tijdens de live altijd makkelijker, want die gaat niet dicht zitten. Nou, moet eens kijken waar ik hem ongeveer had, maar die pak ik toch maar even met mijn vingers. Zo. Ik denk dat hier wel een leuk plek is. Hij is zo grappig. Mr. Frosty heet het trouwens. Voordat ik het vergeten. Nou, deze hebben jullie niet gezien, hè? Maar die heb ik een beetje scheef geplakt.
Ben ook wel eens eerlijk om toe te geven. Even kijken. Ik ga eens even kijken wat. Nee, je kunt gewoon zeg maar zo'nzelfde flesje kopen. En er zit wel een leeg navelflesje in voor andere lijm. Voor die, maar ja, ik moet er gewoon even nieuw dingetje in. Nieuw lijmflesje pakken. Want zelfs die heb ik, maar ja. Even kijken, dan was ik aan het zoeken, want ik had hem gevraagd aan, en nou las ik geleen. Als je wil een bus, hij moet eens langskomen. Wie, dat was Linda, toch? Ja. Nou Linda, volgend jaar gaan we iets regelen, goed? Alleen ligt wel een beetje, ligt niet helemaal in het zuiden, toch? Ik ben, ja, topografisch ben ik heel slecht, hoor. Moet dit zo doen? Ja, dit is zo. Nou, deze had ik al gezegd, hè. Het beste is dat je deze, die kleintjes, even met dubbelzijdige tape doet. Dan is die heel makkelijk in elkaar zetten. Zonder dubbelzijdige tape wordt het iets lastiger. Want dan is het echt een gefrimmel. Kijk, dat is dan weer een tip die je natuurlijk alleen maar in de live krijgt, hè. Grapje hoor. Kijk maar dit kleine stukje. Dit in een mini stukje. Ik weet niet of ik nou in beeld ben. Ik wacht even tot ik hem zie. Ja. Ja. Deze is wel een heel friemel stukje hoor. Kan ik je vertellen. Linda, dat gaan we echt doen. Dat vind ik wel leuk. Zo, de candy cane. Nu heb ik hier nog. Ik ga even kijken hoor. Ik weet niet of dat ik ze erbij doe. Ik vind het wel gezellig hoor. Al die cadeautjes. Ja, ik ga ze er gewoon bij doen. Ik heb ze toch. En dan ga ik me even bedenken wat ik met die stellen doe, want die, daar wil ik ook nog iets mee. Zo, deze zat ook nog niet vastgeplakt, geloof ik. Nou, dit kun je dus gewoon in je art journal doen, zoals ik nu doe. Maar je kunt ook heel gemakkelijk natuurlijk kaarten maken. En je kunt het lekker allemaal met elkaar combineren. Nou zat hier ook nog een stans bij voor een randje erin. Heb ik nog tijd? Ja, ik ga even die stans opzoeken. Even kijken. Allerlaatste natuurlijk. Ja, dat is deze denk ik. Ik vind het zo saai. Dus dat gaan we niet doen. Kijken, deze is precies. En weer nog meer dan. Zo kleintje. Nou, deze even uitstanden. Twee grote en één kleine. Even kijken, een stukje papier. Daar heb ik ook nog bij de hand. Ik hoop dat jullie even nog geduld hebben. Maar de standmachine is ook dichtbij dus. Dan had ik al veel voorbereid en dan toch nog niet alles, hè?
Even wachten. Ik denk dat ik ook drie verschillende kan maken. Dat is ook wel leuk. Even kijken. Deze dan hierin. Ik leg het even gewoon neer hoor. Nou, dat komt dus hieruit. Die kan wel mooi hierop. Dan had ik hier nog een kleintje. Voor hier. Kijk, ik heb drie verschillende. Dus dan hoef ik niet nog een keer te stansen. Die komen uit de Gingerbread House. Nou. Kijk, ik vind het leuker dan alleen dat lichte. Even kijken, hoe zie ik het? De schaal bij je zeggen. Oké, maar ja. Altijd, hè, Rianne? Altijd. Het is altijd, het ligt altijd heel netjes klaar voor het begin. Soms komt mijn man dan daarna wel eens boven en die zegt hij van, het gaat toch gedaan? Want dan ligt het op de grond en overal. Maar inmiddels is hij het ook weer gewend. En het is één geluk, het is mijn hobbykamer, dus ik trek de deur dicht als ik er uit wil. Maar meestal ruim ik het wel altijd van te meteen daarna weer op hoor. Zo. Nou, en om dan even kijken, het helemaal af te maken, denk ik dat we ook nog even wat glitter erin doen. Of erop doen. Hier doen we een dotje in het midden. Hoppa. Hier ook een dotje in het midden. Nou, eigenlijk overal een dotje in het midden. Zo. Zullen we dan ook nog een tekstje erbij doen? Dikte hals. Misschien hier. Deze is wel leuk. Ja. Dan maken we wel ook. Nou, dames en heren, wat vinden jullie ervan? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ook al vinden sommigen het nog te vroeg met kerstkaarten. Ben ik wel benieuwd wat jullie. Deze ga ik wel hoger doen. Van de collectie vinden. Ik zal straks ook even bij de spulletjes een aquarelpotlood erbij zetten. Dan weten jullie wat daar geschikt voor is, zeg maar. Bij de beschrijving, zoals die op YouTube staat. Maar dat duurt even hoor, want ik moet hem dan nog even exporteren. En de ene keer is dat een half uur gebeurd en de andere keer doet het een halve dag over. Dus. Zo. Oh, niet met mijn vingers erin. Ik vind hem eigenlijk wel gaaf, zo moet ik zeggen. Ja, inderdaad, Rianne. En dan weet je wat het ergste is, het meeste heb ik niet eens meer. Of eigenlijk niks meer. Wel één ornament heb ik nog, dus ik moet zelf nog flink aan de bak. Maar dat geldt voor jou hetzelfde, denk ik. Ja, weet je, doordat je het in andere kleuren doet, even kijken, Thea, krijg je ook heel anders, hè? Dit is heel anders als je het in rood of traditionele kleuren doet. Ja, ik heb heel veel van de Gingerbread Huisjes al gezien van mijn designteam collega's. En er zijn zulke leuke ideeën.
Dus er komen echt nog heel veel leuke ideeën langs. Je kunt er echt heel veel mee. Ja, dat bedoel ik, Rianne. Daarom moest ik ook van het weekend een beetje gas geven om een beetje voorbeeld te hebben hier. Dus nu heb ik, ik kan hem nog niet dichtmaken. Voorkantje. Midden. Nou, dan heb ik dit nog over voor de volgende pagina, zeg maar. En dan ja, de losse blaadjes die ik nog ga vullen hiermee. Maar dat komt nog allemaal langs. Dus zijn er nog vragen? Ja, die bontrand. Ja, daar liep ik gewoon tegenaan, Lisbeth. Gewoon kijken bij de kerstspullen bij Intratuin. Ik heb iets van 6 van die klossen meegenomen, ook met andere. Ik ga daar vaak kijken hoor, voor mijn spullen, voor kaarten maken en zo. En sommige dingen krijgen we terug, Femke, en sommige dingen blijven daar. Dus. Nou. Ik hoop dat jullie het wel leuk vonden, de maandagmiddag live.